voor FTC Putten, Tigo Leunen. Unitas Assen, hij zal de jongste zijn, maar hij is wel snel. Nick Kuijer. Opnieuw de lastprinters, Luc Schoolman. Opnieuw Putten, want die zijn goed vertegenwoordigd in deze finale. Gerard Vreeman. Flying Bird, Joel Barels. En nog twee hele snelle jongens van Putten met Stefan van den Bergen en Paul van der Leij. Ja, succes. Wie gaat Van der Leij kloppen is de vraag. Hij is goed weg aan het hek samen met Van den Bergen. En dan zien we toch Putten op 1, 2 en 3. Want ook Leunen is goed vertrokken. Maar ook Vreeman is goed vertrokken. En waar is dan Barels? Oh, die komt daar al tussendoor. Schrijf naar positie nummer 3. Kan je rijdt een goede bocht. Kan door naar 4. We zien dat de gebroeders Schoolman eigenlijk een beetje laten lopen daar. Op positie 7 en 8. Maar vooraan is Silosua. En gaat die 100 punten omhalen. En dat is natuurlijk Paul van der Leij. Hij komt uit voor Putten dus. Gaat hij keurig helemaal achterin over dat technische derde stukje. Want nog steeds Van den Bergen op positie nummer 2. Maar die plechtenavond daar van Barels lijkt hij niet te gaan redden. Nee hoor, Van den Bergen wordt 2. En dan gaan we Barels in positie nummer 3.